Het is weer een bijzondere avond in de geschiedenis van Android World. Want nog geen 20 uur geleden is in New York de Galaxy Note 10 aangekondigd door Samsung. En wij staan hier voor het hoofdkantoor van Samsung in Nederland op Schiphol. En we gaan hier met 50 van onze meest trouwe Android World lezers dit nieuwe toestel bekijken. Ga je mee? Hey mensen, welkom allemaal. Ik ben Dimitri en wij zijn hier aanwezig op het hoofdkantoor van Samsung om deze Note 10 te gaan bekijken. En dat is echt heel bijzonder, want het is een uitzonderlijke gelegenheid die eigenlijk alleen is weggelegd voor nauwe relaties van Samsung. En ja, ik ben Samsung ontzettend dankbaar dat wij hier vanavond mogen zijn. Ervan? Ik vind het een prachtig toestel. Heb je daar een iPhone liggen? Nee, natuurlijk niet. Het is een S10. Hey, is dit aanschafwaardig? Ja. Ja? Ga jij nu sparen voor Note 10? Ik heb nu al spijt van mijn Plus, van mijn S10 Plus. Nou, misschien kun je inruilen bij hem. Ja, maar ik denk dat ik aan het doen was toen jij binnenkwam vallen. Wat was de beste vraag tot nu toe? De beste vraag tot nu toe. Ik denk dat misschien de beste vraag wel ging over de 3D dieptecamera. Oeh, de 3D dieptecamera. En wat doet die? Ja, ze waren echt benieuwd hoe dat in zijn werking ging. En inderdaad, hoe dat het bijvoorbeeld gaat straks met gaming. Hoe dat zijn werking kan krijgen. En ook natuurlijk met bijvoorbeeld externe apps. Een andere goede vraag, misschien toch over de schermresoluties die we net kregen. Is het een 4K display? Nou, het is geen 4K display. Note 10 Plus is een Quad HD display, Quad HD Plus. En de Note 10 heeft een Full HD Plus display. Je bent al een paar keer bij onze events geweest. We zijn vanavond bij Samsung. Wat vind je ervan? Indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Leuke bekende gezichten weer te zien. Zo'n klein wereldje, het Android World wereldje. En ik vind die Note 10 Plus vooral, het is echt gewoon chic. Super chic. Het is rijkdom. Het ziet gewoon dat het duur is, maar hij is ook duur. Maar hij is mooi. Ja. Ik heb gisteren de Unpack event gevolgd en ik was gelijk verkocht natuurlijk. Over een kleine maand dan mag ik mijn abonnement gaan verlengen. Dus die gaat er komen. Ik heb een zeer lelijk handschrift. Doktorenhandschrift noemen ze dat. Ben je dokter? Nee, IT'er. Nee, maar inderdaad, handschrift schrijven op een noot voelt toch een beetje vreemd. Papier schrijft toch anders. Dus het ziet er minder mooi uit als je op papier schrijft. Maar de vertaalfunctie naar tekst, de OCR-gedeelte, dat werkt fantastisch goed. Verrassend goed. Ik ben senior product manager op mobiele telefoons voor Samsung. Je hebt hier net voor de groep een filmpje laten zien van een Note 10. En jij weet al heel veel van het toestel. Wat voor jou, hè? Je bent een Samsung man, wat is voor jou nou bij de Note 10, wat je nu zegt, het tofste? Persoonlijk vind ik het design het tofste. Dus het is echt een mooi scherm. Screen to body ratio is weer absurd. Dus bijna all screen. En het design, dus minimalistisch, vind ik wel echt mooi. We staan hier bij een leuk onderdeel van het event. Dat is de tekenaar Drew. Die maakt karikatuurtekeningen op de Note 10. Stiekem even aan Drew vragen. Hoe is de respons van het pennetje op het scherm? Fantastisch. Ja, dat is echt perfect. Hij doet precies wat ik wil dat hij moet doen. Samsung heeft dus die Wacom-technologie heeft zit ingebouwd in het toestel. En dat vind ik fantastisch. Dus voor jou is de overgang helemaal niet zo groot houden? Ik moet wennen aan het kleine formaat, maar het tekenen met de digitale pen is wel fantastisch, ja.